Goeiedag dames en heren, vandaag hebben wij een nieuwe video over eigen citroenplanten kweken. Kunt u zien wat ik hier heb. Maar eerst, als je de video leuk vindt, abonneren en like te doen en doorsturen naar vrienden. Kunt u hier zien bij mij, dat is zelf gekweekt, mijn eigen. Kan je hier zien, hoe mooi de planten geworden. Het is zelf kweken. Het is heel mooi. Dus het is heel simpel om te kweken, maar dan moet je willen weten hoe. Daar gaat het om. Dus ik heb de zaden gewoon uit citroenen. En te hier zien. En ik heb hier ook gewoon zaden van tevoren. En die hier zien de pitjes of zaden van de citroen. Er zitten twee mogelijkheden om deze pitje of de zaden laten kweken. Eerste, dan gaan wij naar schil. Eerst schil eruit halen. Dus gewoon geschild worden. En als wij niet gaan schillen, want die schil is heel sterk en is hard. De zaden kan rot worden, komt niks uit. Maar als je de techniek weet, dan weet je het. De eerste schil is eraf en ik heb het hier. Maar hij zit een beetje roodachtig, bruinachtig, een schil. Dus die schil moet ook weg. Precies als je ei kookt, eerst een schil eraf halen en dan heb je ook op de eitje een hele dunne schillen, zoiets. Dus tweede schil uithalen. En zo gaat het. Zo gaat. Kijk wat ik bedoel. Hier is eentje van tevoren heb ik geschild. En tweede. Hier is gewoon wit. Dat betekent twee keer schillen. En heb je gewoon witte. En dan dit kan je planten. Na 5 dagen, dan zie je, is gewoon oude aarde groeien. Dus wat ik doe, ik heb hier een bakje vol met aarde. Kan je het zien? Doe ik 1 centimeter. Gewoon 1 centimeter. Doe ik ze alle 2. Doe ik altijd 2. Dan kan eentje, als de eentje niet uitkomt, dan komt er de ander. Maar dat is zeker, komt ze altijd alle 2 uit. Als je zo ziet, je ziet iets wits. En dan hoef je alleen maar gewoon dicht te knijpen. Dan geef ik een beetje water hier. Want deze is diep. Laat ik het gewoon ongeveer een half uur het water goed naar boven trekken. En hier een klein beetje maar. Klein beetje.
Natuurlijk moet hij in de zon. En daarna kan je gewoon in de zon buiten gewoon laten. En het komt vanzelf. En niet vergeten, moet altijd vochtig. Kunt u hier zien bij de bomen. Hier bij de boom kan je zien, zit hier één, zit hier één, zit hier twee. En precies hetzelfde ook hier. Maar meestal, er komt eentje zeker of een twee. Daarna heb je hele mooie planten. Citroenboom, na een paar jaartjes, dan heb je citroen. Dat is de geheime, meer niet. Dan heb je mooie planten. Deze plant wat je nu hier ziet, is 5 maanden uit. Waarom? In het begin heb ik gewoon in kleine potjes gelaten. En nu 3 maanden heb ik hem overgeplant en is nu pas gaan groeien. Als ik alles wat ik kweek aan een plant, dan heb ik geen plek meer in de huis. En dat is het. Tot volgende keer. Doei doei.